Nou, er staat weer heel wat op het programma. We gaan de binnenmuren afmaken, beton storten daarvoor. We gaan het raam aan de achterkant, aan de bovenkant zo goed als dichtmaken. Aan de voorkant het raam dicht maken met een stuk plastic, want het waait hier enorm. En de deur naar buiten, die is nog een beetje laag, dus die gaan we ook dichtmaken, zodat het hier een beetje aangenaam begint te worden. We zijn de hele ochtend bezig geweest en we hebben een soort van labyrint gebouwd bovenop de binnenmuur. Kijk, hier die planken. Kijk, ik zal het zo vanaf de bovenkant laten zien, maar alle binnenmuren die hebben nou een bekisting gekregen en die gaan we straks helemaal vol storten met beton. Zodat er een stevige rand bovenop de muur komt te liggen met ijzer erin. En ik heb eindelijk mijn sommetje afgemaakt voor de hoogte van de trap en de hoogte van de vloer. En dus de hoogte van de betonmuur. Er komt een laag van 15 centimeter bovenop de parpaing blokken. En daarmee heb ik de juiste hoogte van de binnenvloer. In ieder geval, dat is de bedoeling. Kijk, hier is ook weer een bak gemaakt. Ik zal het anders eens even van boven laten zien. Kijken of ik dat vanaf bovenaf kan filmen. En dan ga ik daar bovenop ga ik staan en dan kun je zo naar beneden kijken. Nou, even een bovenaanzicht van de werkplaats. Moet hardop worden opgeruimd, zie ik. Maar kijk hier. Zie je dat? Hele bakken gemaakt. En deze loopt helemaal tot hier. Zo. Die bakken gaan we dus zo vullen met cement. Oh, sorry, die gaan we dus straks vullen met beton. Dat helemaal tot aan daar. Dus dat wordt een flinke klus. En we gaan, en daar gaan we straks mee beginnen, gaan we de stenen plaatsen, zodat het tussen de balken in ieder geval de ruimte dicht is. En het geheel weer zelfdragend kan worden. Kijk, en nu weer toch bovenop staan. Je ziet hier links, hier deze twee. Dat zijn twee tijdelijke stutten om de poetgen van het dak, dat is deze, te ondersteunen. Want daar stond namelijk een pilaar van bakstenen. Maar die stond op de verkeerde plek. En bovenop een muur die op instorten stond. Inmiddels hebben we hier allemaal beton. Dus stevig genoeg. Of zoals Jean-François zegt, er kan een Airbus op landen. Dat ga ik liever niet testen. Maar daar hebben we gewoon even met de parpaingblokken een flinke stapel gemaakt. Helemaal afgevuld met beton. En daar gaan we straks een klein laagje cement tussen persen. Zodat de balk ook op de stenen komt te liggen. En dan kan over een tijdje kunnen de twee stempels weg. En dan is het ook weer zelfdragend. Nou, zoals je kunt zien is alles afgevuld. Alle bakken zijn gevuld met beton. Dat betekent dat alle binnenmuren zijn nou op hoogte. Dat was weer een flinke klus. Heel wat emmertjes met beton gesjouwd
om de bakken te vullen. Maar het is zover. Kijk maar eens even mee. Ik heb de binnendeur verhoogd. Van een plankje er tegenaan. Maar vooral hier zat nog een balk. Een eikenbalk. Dat was deze balk hier. Hier. Die zat er nog en die zat op de oude hoogte. Dus die balk is weg. Kijk, hier zie je nog een klein stukje zitten. Die balk is weg. De deur is nu op nieuwe hoogte. Dus als ik de deur nu open doe. Kijk. Mooi hè. En vanaf de buitenkant, zo, nou, dan hebben we in ieder geval dat de boel een beetje winddicht is. Ik heb ook het raam dicht gemaakt. Ik heb het allemaal niet op film gezet, maar dan kun je nu het eindresultaat zien. Kijk, als we nou de deur dicht doen, dan is het in ieder geval aan de straatkant winddicht. Hetzelfde ga ik straks aan de achterkant ook doen, nou ja, straks, als het allemaal is uitgehaakt. En dan blijft in ieder geval de wind buiten.